Nico, als je onze gast van vandaag zou beschrijven in 3 woorden, welke 3 woorden zou je dan gebruiken? Beloftevol, krachtig en clubzot. Ik denk dat dat hele mooie 3 woorden zijn om onze gast van vandaag te beschrijven. Welkom in de Klokkenpodcast, de voetbalpodcast voor en door Club Brugge supporters. Sobel. En de Van Aken. Ja, de goal. De gelijkmaker van Club Brugge. Een uitstekend voetbal. Hans Van Aken maakt gelijk na 26 minuten. Voilà, vandaag geen gewone actua-aflevering. Vandaag hebben we nog eens een special 2K voetbal is bezig. Over de actualiteit van Club valt er niet veel te zeggen, maar we hebben wel een heel interessante gast bij ons vandaag. En dat is niemand minder dan Jason van Lanotte. Jason, ja, welkom hier in de Klokkenpodcast. Ja, dank je. Alles goed met jullie? Ja, met mij zeker. Het is nog een keer leuk om nog een keer over Club te babbelen, Nico, want het is lang geleden met dat WK. Ja, veel te lang eigenlijk. In het begin waren er redelijk wat matchen naar elkaar geweest van Club. Dus het was wel veel op elkaar. En om nu zo ineens in een zwart gat te vallen. Oké, er is wel 2K, maar dat is toch niet hetzelfde qua beleving. Hè? Dus dat is toch wel een beetje een gemis eigenlijk. Hè? Nee, absoluut niet. Dan gaan we maar rap terug naar Jan Breidelmo. Ja. En we hebben natuurlijk, zoals ik zei, een special guest vandaag, Jason van der Lanotte. Jason, je bent profvoetballer af intussen tijd. Maar wat doe je eigenlijk tegenwoordig in het dagelijks leven? In het dagelijks leven eigenlijk niet meer zoveel. Dus ben ik ook wel gestopt als amateurvoetballer bij Tarot. KM Tarot was mijn laatste ploeg. Vandaar werk ik wel nu meer in de horeca. In de zaken Gent, de Charlatan. Waar ik al een multifunctionele functie eigenlijk heb, kan het zo zeggen. Een beetje allround. Ook een beetje terug op zoek naar iets nieuws. Ik mis het voetbal wel een beetje natuurlijk. Maar ja, iedereen komt ouder met de dag natuurlijk, hè. Dus dat moeten we kunnen aanvaarden. Ja, nee, dat is waar. En ben je, alleen tot een vraag die we binnenkregen van Bruno Sabbe, ben je helemaal niet meer actief in het voetbal? Of doe je hier en daar nog wat jeugd of het een of het ander? Nee, eigenlijk volledig gestopt. Enkel is er nog soms een keer op een zaterdag met vrienden of zo. Dat is eigenlijk pas begonnen nu deze zomer. Dus heb ik echt wel gestopt. Ik was ook nog van plan eigenlijk een eerste provinciaal te gaan voetballen, waar ik wel ook aangesloten ben. Maar ik zag het echt niet meer zitten en waarschijnlijk ook door de periode. Maar nu, ik zeg, na de decembertijd, ben ik toch links en rechts aan het kijken om toch terug uit te kunnen voetballen. Want, het is soms makkelijk om te stoppen, maar ik mis het veel te veel. Ja, die voetbalmicrobe die kruipt waar het niet, niet gaan kan. Hè. Ja, dat is zeker. Dat is echt een gemis, dat moet ik zeggen, aan een bepaalde tijd. En voor de jonge luisteraars die u misschien niet kennen, hoe zou u zelf zo omschrijven als voetballer destijds? Goh, dat is een beetje moeilijk om zelf op te antwoorden. Maar wat ik wel veel meemaakte in de krant, was dat ik wel meer als voor het centraal verdediger wel meer een lefgozer was. Dus ook omdat ik op jonge leeftijd doorgebroken was. Maar natuurlijk door steun van de ouderen natuurlijk. Hè. Maar ik was toch wel bijvoorbeeld een centrale verdediger die het wel op het technische aspect wel anders was dan de meeste centrale verdedigers. Ik was er ook kleiner, ik sprong daar wel hoger. Het was wel iets speciaals wat veel spitsen dachten van, dus word hier een makkie. Maar ik was toch wel een soort klein pitbull-achtige persoon, kan ik zo zeggen. Hè. Veel snelheid ook, hè, vanachter. Als je dat vergelijk met bijvoorbeeld Birger Maarten. Ja, toen wel. Liep hem eraf, hè. Toen was de snelheid nog goed. Eerst met er. Met welke voetballer, want nu zou je jezelf een beetje kunnen vergelijken, denk je? Oh, ik had het nooit echt gehad. Wat ik wel, of veel mensen vroeger zeiden, was een beetje zo Cannavaro van vroeger. Ja. Also, dat was ook zo'n speciale speler, was ook zo klein, niet heel groot. Wat nu de meeste centrale verdedigers moeten minimum meter zoveel zijn, dit en dat. Daar kom je niet meer zoveel tegen vandaag. Ja, die doen me ook een beetje denken eigenlijk aan Dennis Odoi. Qua manier, niet groot, snel, pitbulltje ook wel een beetje. Ja, dat is ook wel waar.
Kan je dat een beetje volgen? Ja, natuurlijk. Dan Dennis zit wel op 2K. Jason zit in de zetel. Maar eigenlijk snap wel ergens de vergelijking. Zo qua, ook qua duelkracht zo. Want Odoi was ook, is ook niet groot, maar je ziet wel als hem in duel gaat, moet je toch stevig op je benen staan, denk ik. Ja, hij heeft me aangenaam verrast met om naar Brugge te komen. Ik dacht van, oei, had er wel een toptransfer zijn of niet? Maar ik denk dat het positief uitgedraaid is, Odoi, voor bij Club Brugge. Ja, wij hadden ook onze absolute twijfels daarbij, Nico, bij Dennis Odoi, maar kijk, ja. Ja, we begrepen het niet echt goed. Zeker op die leeftijd dat we dachten van, allee, Odoi, maar hij was toch wel verrast, hè. Ja, nee, ik vind het echt heel positief. Hè. Ja. Jason, laten we anders een keer starten bij helemaal het begin van je carrière. We hebben wat op Wikipedia, Transfermarkt, wat opzoekingswerk gedaan. En we zagen dat je op je 8 jaar al getransfereerd bent van Waregem naar de jeugd van Club Brugge in 1994 al eigenlijk. Dus ja, op superjonge leeftijd. Ja, dus ik heb begonnen bij SV Waregem, heette dat toen vroeger. Mm-hmm. Omdat mijn oudste broer, Jude van het, speelde toen nog bij de eerste ploeg al van Waregem. Dus automatisch word ik gelinkt bij Waregem. Ben ik gestart op mijn 5 jaar. Dat was nog bij de Duiveltjes eigenlijk. Normaal moest je 6 jaar zijn, zeker omdat ik ook van het najaar was. Was dat een probleem. Maar ik denk, ja, mijn 7 à 8 jaar ben ik dus eigenlijk naar Club Brugge gekomen. Door de befaamde Hans Gallet. Was toen jeugdcoördinator bij Club Brugge. Dus ja, dat was ook wel zoiets van, mijn ouders was ook niet zoveel pro-Club Brugge of direct naar een andere topploeg gaan. Maar toch heb ik het risico genomen en dat is ja, zoals je nou ziet, ik wel heel positief uitgedraaid. Want ik denk dat we maar een handvol spelers zijn die van op de 8 jaar tot de eerste kern geraakt zijn. Ja. Ieder jaar komen er ook altijd nieuwe talentvolle spelers van vroeger was altijd van op de kerk, maar dan was het opeens een van Brussel, een van daar, buitenlanders. Dus het is wel een ervaring dat je hebt als je van zo'n jonge leeftijd toch bij de eerste ploeg kan geraken. Was dat toen ook al als verdediger dat je speelde zo meer? Of? Nee, totaal niet eigenlijk. Ben ik in de jeugd altijd gestart als spits, of zo op de nummer 10. Dat is pas eigenlijk veranderd naar centraal verdediger toen ik ongeveer 12 jaar was. 12, 13 jaar denk ik. Want dat was er gebeurd, het begin van de nationale ploeg begint dan met de jeugdreekse. En ik was verrast dat ik er niet bij was. Zeker ook andere spelers in contact met hadden van Anderlecht, van kan dit en dat. Tot op een bepaald punt, 6 maanden later, speelde van onze ploeg breekt zijn been als verdediger. Dat was op het toernooi en ik zei nog wat te lachen tegen onze trainer van hij laat mij van achter staan. Ik zeg, het is toch bijna gedaan. Dus ik begin van achter te spelen. 2 weken later kreeg ik een brief van de nationale ploeg. Ja, Jason, ben uitgenodigd. Toen heb ik gezegd van, ja, vanaf nu sta ik alleen maar van achter. Hè. Dus dan heb ik eigenlijk op een latere leeftijd, ja, 12, 13 jaar of zo, dan pas eigenlijk verdediger geworden. Voordien was enkel maar spits of alles aanvallend. Vandaar ook wel dat technisch vermogen dan als verdediger dat je toch wel had, hè? Dat zeg je wel. Ja, wel. Dat is ook wel iets, denk ik, dat altijd een voordeel is, zeker bij uitspelers, om alle posities een keer rond te gaan. Dus dat je niet enkel kijkt van, ja, je bent nu aanvaller, laat hem in een aanval. Soms is het een keer goed van alles om te gooien. Wat ik ook wel veel merk nu bij keepers, die bijvoorbeeld de ene helft in de goal staan, de andere helft oplopen. Waar ik een perfecte combinatie vind, bijvoorbeeld aan de toekomst, dan voor het uitvoetballen of wat dan ook. Ja. Dus ik zeg, de positie op jonge leeftijd is nog altijd iets fictief, dat zou zeggen. Ja. Op welk moment dat je zo door van... Ja, ik kan het hier misschien wel gaan maken als profvoetballer. Of is dat pas vrij laat gekomen eigenlijk? Besef dat je er wel dichtbij Ik zelf stond er niet zo bij stil. Het was wel meer, ik hoorde al mensen zo rond mij en zo, van in de team en allemaal ook. Van, ik werd er een beetje voor in de lucht geduwd en allemaal natuurlijk. We waren met veel talenten natuurlijk, maar niet ieder jaar vallen soms talenten weg natuurlijk. Het was zo'n druk opeens dat ik zelf in een periode echt gestopt ben met voetballen. Dat ik eigenlijk als schaatsen ben. Dat is altijd ook een passie van mij. Maar mijn vader had dan ook direct zo mij duidelijk maken aan mij van... Ja, wat gaat in België verdienen als kunstschaatser? Ja. Dus ja, dat was zo'n beetje een reality shock. Maar ik wou per se schaatser worden. Maar ja, dankzij mijn pa moet ik wel dankbaar zijn dat ik dan toch terug gaan voetballen ben. Ja. Je hebt dan ook wel een sterke ploeg meestal bij club. In de jeugd. Ja, maar als eerlijk zijn moet zijn, was een Anderlecht wel altijd een tandje beter bij ons. Ja. De jeugd van Anderlecht was dan altijd zo dat ietsje beter.
Maar dat was altijd leuk en spannend, die match, de andere club, dat was gewoon de ene match dat we naar uitkeken. Soms was het een keer dat we 7-0 verloren, maar dat we dan een keer 2-1 of 1-0 gewonnen, ja, dat voor ons seizoen was gedaan. We moeten eerlijk zijn, toen Anderlecht was echt wel ja, top qua opleiding en zo. Dus het is een proces, hè? Ja. Ja, je hebt ook, zoals je zei daarnet, ook al heel wat bij Nationale Jeugdreeks wat gespeeld. Ik heb al door het archief gegaan. En ik zag toevallig dat je ooit een keer een match hebt gespeeld tegen de jeugd van Spanje. En toen stonden een Fabregas, Iniesta en David Silva op het veld. Ja, en hebben we 1-0 gewonnen, denk ik. Op ja, inderdaad, 1-0 of 2-1. Ja, en we hebben inderdaad wel gewonnen. Ja, dat heb ik klassiek gegeven nog. Ja, toen stond ik rechtsachter. Dat was een leuke ploeg, want ik weet nog, ik had de voorzet gegeven. Op het einde van de match scoren we nog. Vrij trap en Lombard met de knie binnen. Dat was een kwalificatiematch voor het EK naar Nederland, dacht ik. Ja, kijk, ik had het nog teruggevonden op Wikipedia. Ik zeg, ga ik kijken naar de naam die ertussen stond. Ja, dat was wel een speciale match. Ja, dat is ook wel iets om te ervaren natuurlijk. Hè, want die mannen speelden normaal bij de A-kern van Spanje, maar die moesten dus om te kwalificeren met de belofte meedoen. Ja, voor ons was echt iets speciaals. En dan nog eens op een diefje winnen tegen die mannen. Ja, dat was een hemelse dag, dat zou zeggen. Hè. Ja, nee, dat zal wel. Dat zal wel. En ook allee, van jouw nationale jeugdreeks zijn toch ook een paar die doorgebroken zijn, hè, denk ik? Ja, zeker. Eigenlijk moet je zeggen, eigenlijk van onze ploeg zelf. Zaten we dan eigenlijk ja, met heel veel talenten, maar toen met de ploeg dat we nu hebben, bijvoorbeeld, dan wel met de Vermalen, Vertongen, dat was toen ook allemaal in de kern, maar dat was er nog bij Maarten Martens bijvoorbeeld, die toen vroeger ook top was. Ja, Dembélé, dat was echt een heel top ploeg ook hoor. Nee. Maar dat was toen eigenlijk wel echt een goede ploeg die aan elkaar ging. Want als spits had bijvoorbeeld dan Tom de Zetter, maar dan bijvoorbeeld ook nog een andere spits. Fellaini bijvoorbeeld, en Tom de Zetter stond wel in de ploeg, Fellaini bijvoorbeeld niet. Gewoon omdat wij zo aan elkaar hangden. Dat was zelfs op het plein, naast het plein, was echt wel een ploeg die alles voor elkaar gaf. En ik denk dat dat ook wel een goede combinatie was bij ons. Ja, mooi. En als we dan een keer overgaan naar uw overgang naar de eerste ploeg. Ik had gezien 2005, 2006 in dat seizoen, dan nam Keulemans over van Solliet. Dan kwam de eerste Solliet-periode. Heeft hij jou nu direct zo bij de Aken erbij genomen? De eerste, eigenlijk, mijn eerste selectie was nog met Solliet. Ik heb een keer op de bank gezeten met Solliet nog. Dat was een wedstrijd, denk ik nog, tegen Cercle Brugge of zo, maar ik heb niet gespeeld. Dat was wel niet ingevallen. Ah ja, daarmee. Ja. Ja. Okay. Dus met de Kajsa heb ik wel ingevallen. Dat was dan de eerste match tegen Beveren. Als toen met al die zes talenten daar waren. Ja, Bever was ook al een speciale ploeg, want wij speelden zelfs met vijf verdedigers tegen hen. Ja, ik herinner me dat. Ja, dat was, maar al die talenten die dan naar Westen, Barça, ik weet niet allemaal naar geweest zijn. Ja, de goede spelers. Zijn. Ja, dus dat was eigenlijk mijn eerste officiële match tegen Beveren. Nu alleen gewonnen, denk ik. Ja, zoiets. Dat was ook, Herinner je daar nog veel van dat moment? De eerste keer dat je zo'n clubshirt op dat veld mag lopen? Ja, en zeker ook nog tijd met Solid eigenlijk. En dan heb ik ook nog het einde dan kampioen gespeeld. Want dan heb je ook wel zoiets van. Ja, eigenlijk, je hebt geen minuut op dat plein gestaan, maar van december was ik wel al in de ploeg. En ja, dan zit je ook wel iedere dag op de training. Ja, het had ook wel gezegd, iedereen mag mee vieren, zelfs heb ik geen minuut gespeeld. Maar ja, ik was toen ook 18 jaar. Voor mij was dat zo'n hemels gevoel, hè. Ja, dat dat zijn wel dingen dat niemand mee kan afpakken van die. Dus, was zeker wel een groot verschil tussen Solliet en de Cache. Ja. Ja, maar ik denk, we hebben dat seizoen dan of zo 4 of 5 trainers gehad, dat er zoveel wissels waren. Ja. Maar ieder trainer was zo apart. Maar de Solid, dat was een mastermind. Maar op people skills was dat dan totaal anders. Maar bij de Kajer dan echt een klein van een persoon is, maar dat dan wel iets kan mistige op het toptrainerniveau dan te zijn, zoals een Ferreira of... Of van een Solliet of zo. Hè. Ja. Maar ieder had zijn positief ding. Ja. Ja, alleen je was toen ook nog heel jong, natuurlijk. Toen je bij die ploeg kwam. Met een ploeg vol ervaring. Denk maar aan een Gert Verheyen die er nog rondliep. Timmy Simons, dat je dan ook nog een half jaar mee samenspeelt. Angle Beers. Was dat makkelijk om je te integreren zo, als jongere in die eerste ploeg? Wel,
Dat is ook al iets dat niet bij iedereen lukte van de jonge spelers. Maar dat ik dan wel zoiets had van, je moet dat stap voor stap doen. En die ouder neem je zelf al mee. En daarvoor ben ik wel zeker Gert Verheyen heel dankbaar. Want Gert was altijd van begin tot einde, heeft hij mij eigenlijk altijd wel gesteund. Zelfs ook naar de buitenlanders, die ook wel veel ervaring en die toch al een grote carrière hadden, bijvoorbeeld als naam te geven een Balaban bijvoorbeeld. Die hebben me dan ook echt ja, super geïntegreerd. Ik zei, we hebben zelfs mijn verjaardag samen gevierd en zo. Normaal praat ik niet met iedereen de kern, maar bij mij wel. En ja, ik zeg, dat waren de mensen die, ja, van wat was hij? Ik kwam van echt een villa en zo toestanden. Voor mij was dat ja, iets speciaals natuurlijk. Hè. Speciaal Maar karakter los. zeker, Ja, dat ook, Oscar. dat ook wel. Dat ook wel, maar ja, je was top, hè. Maar zeg je wel, het staat 0-0, je weet, je hebt een vrije trap, we winnen, Bosco gewoon naar binnen stampen. Dus dat had je wel. Maar ja, ik zeg, je hebt dan, ieder karakter is anders. Want wat dan ja, met een Angleterre, de Clément, dat dan de Spilaar bijvoorbeeld dan ook. Dat dan ook zo Valgaren. volledig, ja, Valgaren, die mensen waren dan heel anders. Ze zijn echt zo super streng. Soms als we jong zijn we een keer losser, dit of dat. Maar altijd zijn wel sneller aan je oren trekken. Dus ze laat niet veel tijd ook om fouten te maken. En ik denk dat je daarom wel ook geholpen bent. Als je niet geïnteresseerd bent in iemand, kan je ook zeggen van doe maar en maak maar je Dat is fouten. waar. Dus daar hebben ze ook wel, zelfs los van de trainers, echt als één groep, mij ook wel geholpen, vind ik. Heb je nog zo'n voorbeeld een keer iemand aan je oren getrokken heeft? Ja, wat hij zegt, niet te veel anekdotes. Ja, wel, de Hert, denk ik. Hert Vrij was dat dan. Ik had veel last van als ik zo na een wedstrijd, dat ik altijd adrenaline had. Dus dat ik niet goed kon slapen, ik wil het zo zeggen. En die was ook altijd zo van, ja, je moet dat niet, ook niet altijd weggaan. En dus, wat doe ik dan? Ja, ik zeg, kijk, ik stuur hem een bericht, ik ga nu weg. Ik ga ook direct naar training komen, is om 9:30. Dus ja, wanneer val ik in slaap voor mijn televisie? Om 8:30. Dus ben ik juist te laat. Op het moment dat ik dan totaal ook niet weg geweest ben, dan moet ik uitleggen tegen zo'n Gert Verheyen. Van ja, maar nee, dat gaat niet. En toen was ik echt zo van, allee, maar echt, ik meen het nu. Toen zit hij zo van, ja, kijk, ik zie dat in ogen. En dan had hij zoiets van, allee, dat zijn van de jeugdzonden soms. En Nee. allee, hij is zelf ook jeugdig geweest. En daarom vond ik wel, ik had wel echt een goede band met Gert. Je had ook niet rond de pot draaien of zoiets van, kijk, doe dit of doe dat. Echt een goed karakter, meen ik echt. Er waren wel meer van die jongeren ook zo. Hè. We denken naar Van Oudenaarde, Julu Ja. Matondo, Birger Maartens, Stijn Stijnen was nog jong. Ja, Dus toch zo die jonge garde waarmee je zo wat optrok, zeker. ja, en Bart Vlaming, houdt u ook nog, dacht ik. Ja, Kevin Roelands, zat Ja. die er ook niet nog? Ja, ook nog. Ja, Kevin Roelands was er ook nog bij. Maar Kevin is dan naar Beerschot gegaan, minder van seizoen, dacht ik. Dat is zo de Ja. jonge garde waarmee dat je bij club dan ook zo wat optrok, waarschijnlijk. Ja, sowieso. Hè. Dat we, ook al, we kennen elkaar altijd van sowieso in Brugsel, waar ik toevallig ook allemaal van de regio. En Dat is waar. buiten Glenn was dat niet van hier, maar hij is ook van Waregem. Dus ik ken Glenn ook al van in Waregem. Dus direct een goede vriendenbende dan Ja, bij wel. de eerste Maar ploeg. automatisch zie je zo groepjes vervouwen in een ploeg. Hebben ze die jeugdige spelers? Je hebt dat dus echt de oude ratten. Je hebt dat de buitenlanders. Allee, automatisch kan je dat niet aan doen en hij altijd die eerste klik is dat altijd samen zijn. Hoe kun je dat best zien als er een opwarming is, maar je gaat je eerste passen geven. Dus dat is zoiets dat je automatisch ziet. Ik kan nooit zeggen dat iedereen natuurlijk even met iedereen overeenkomt, maar automatisch zijn er geen klikken. Hè? Ja, dat is Nee, dat waar. is waar. Ja, destijds maakten ze soms ook de vergelijking al een keer zo met een compagnie van den Borre, van Club. Vond je dat die vergelijking opging? Ja, ik vond altijd dat company wel veel verder stond dan ik. Wat was er ook wel, bijvoorbeeld met de nationale ploeg, bij de trainer van Geerson, had ik opeens even een keer de voorkeur gekregen op hem. Toen is hij dan eigenlijk gestopt, want dat was dan een grote ruzie, heeft dan ik jaren niet meer bij de jeugd gespeeld, bij de Rode Duivels. Maar ja, ik zeg, we spelen volledig anders, maar dat was gewoon van, hij is centraal verdediger, hij is nog jong. Allee, company Jason is identiek hetzelfde. Maar ik vond het toch volledig van die. Ja, want daarnet al even over Super Bosco, over Bosco Balaban. Het was niet echt onbekend dat hij een vrij grote trainingsbeest was, hè? Hoe uitte hij dat dan? Ja, wel, dat hangt er vanaf. Bijvoorbeeld, als er echt een training is en je stond hem niet aan, dan ging hij ook niet lopen. Dat was Bosco.
En je mocht als trainer roepen of doen wat je wilt, dat ging niet lukken. Maar wat het dan het omgekeerde is, na een training zat hij dan bijvoorbeeld wel nog een uur vrij trappen geven. Om hem daarop te verbeteren. Dus het hangt af van moment tot momentum. Ja, ook zo, ja, ik kan niet zeggen dat ik geen respect had, maar bijvoorbeeld als de voorzitter kwam of zo, ja, iedereen luisterde en ging zeggen van, voert hier. Dat is zo'n eigen karakter. Maar niet slecht of echt zo zeggen van denigrerend, hè. Maar dat was gewoon een speciale gast. En raar maar waar, ik zei, ik kom er altijd overeen met hem, soms sturen nog berichten of zo. Ja. Die van binnen is echt een goede gast. Ja. Is dat het meest speciale karakter waar je ooit mee hebt samengespeeld? Of waren er nog, nog zottere gevallen? Ik ga denken. Ik had iets echt wel heel speciaal qua voetballer of achter beiden, qua karakter, qua voetballer. Ja, ik kan wel zeggen in Roemenië, waar we spelen, daar hadden we ook wel enorm veel van zo'n mensen. Maar dan ook zoiets van, het is waarschijnlijk de cultuur zelf. Maar in België zelf vond ik toch wel ja, dat hij er wel met kop en schouders boven stak. Ja. Ja. Nog zo'n andere speler die bij Club toen in de kern zat en nog altijd zeer geliefd is eigenlijk bij de blauw-zwarte supporters, dat is Jonathan Blondel. Jij had wel een goede klik met elkaar, zeker ook naast het veld. Ja, kijk, dat is ook nog iemand hier in het restaurant hier in Brugge, Julia, sorry. Ja. Waar we soms elkaar ook nog eens zien of nog afspreken, zelfs na zo lange tijd. En we hadden echt een vriendschap die, ja, dat kwam er opeens eigenlijk. Hè. Maar Blondel was dan ook zo iemand, ja, de andere ploegen haten hun Blondel, want ja, die schopte iedereen aan ver, bij wijze van spreken. Maar iedereen, clubsupporter, die vond dat leuk. Waarom? Hij gaf geen 100%, hij gaf dat 300%. Ja. En dat is eigenlijk hetgene dat de clubsupporters voornamelijk wouden. Zeker op het systeem dat we vroeger speelden. Vroeger was echt meer een ploeg van karakter. En dan bijvoorbeeld Anderlecht het salonvoetbal. Ja. Maar met het karakter en de supporters zien dat graag. Ik heb een tackle of iemand die extra 30 meter sprintje trekt en dan een tackle uitvoert. Ja, dan staat iedereen op de banken. Hè. Als je gezicht moet plekken op No Sweat, No Glory, dan kun je dat van Blondel erop pakken, denk ik. Wel, dat is zeker, dat is zeker. Ja. Ik denk dat er daar geen twijfel over mogelijk is. Nee. Ja. In dat eerste seizoen, Jason, ja, toch een 15 wedstrijden, wat dan niet slecht is in het debuutseizoen. Er was toch veel geloof van de club naar jou toe, hè, toch? Ja, dat vond ik ook wel. Zeker ook in het begin, als ik die Europese matchen had. Want ik weet nog, de eerste match dat ik moest spelen tegen Bayern, was eigenlijk gewoon dat Clément gekwetst. Maar was er nog mogelijkheden. Maar als ze dan toch zeiden, dat zeiden de kansen dan van, kijk, nee, ik geloof in u. Je kunt dat. En dus, ja, dat moet ook, die steun moet daar ook voor komen. En ik wist ook niet, ik kon mezelf niet inschatten van, hoe sta ik ten opzichte van die oudere spelers. Dan heb je ook zo'n schrik van, oei, dat jonkie wordt hier voorgetrokken of zoiets. Maar dat moet je gewoon zelf nog bewijzen. En ik denk wel dat ik dan in de periode toch wel constant gebleven ben. Maar ja, anders zou ik ook geen 15 matches spelen. Het is niet dat er altijd gekwetst waren, maar met een team hadden van 16 spelers natuurlijk. Hè. Dus we waren met bijna 30 mensen en dan toch mag ik spelen. Dat geeft wel een super gevoel. Ja, want ook in de Champions League, hè, dat seizoen zaten we met Bayern München, met Juventus, Rapid Wenen. En zowel op Bayern München als thuis heb je mogen spelen. Hè, ja. In de basis zelf. Dus dan moet het ook wel onvergetelijke ervaringen geweest zijn. Ja, zeker, zeker. Maar vele mensen die zeggen altijd van ja, de match daar op Bayern, dat was echt de topmatch van nu. Omdat er ook verkozen was, denk ik, als beste speler. Ja, maar voor mij de altijd beste was de terugmatch thuis, dan op de 1-1 spelen. Ja. Omdat toen ik al een beetje meer vertrouwen. Toen heb ik zelfs ook dan op de verdedigde middenveld tegen Balak mogen staan in de tweede helft. En die match had me zo echt iets gegeven van, shit, die eerste match in Bayern, oké, dat was eventjes die eerste drempel, zeker aan een nieuw stadion, want ik denk dat was de eerste match in de Allianz Arena. Ja. Maar dan die tweede match, zo'n vechten, schoppen, slaan, bij wijze van spreken. Dan naar de kleedkamer komt, gewoon op de grond ligt. Dan weet je van, ik heb alles gegeven. En 1-1 speelt tegen Bayern, ja. Daar kun je niet aan twijfelen. Hè. Ja, wereldgoal van Javier Portillo nog, hè. Ja, precies. Dus. Ik herinner me als klein manneke nog goed. En hij zou nou eigenlijk die wedstrijd verloren, want ik denk dat er afgefloten wordt. En dan scoren ze nog, hè, Bayern, helemaal op het einde. Ik dacht dat het een droogje was. Maar Het was gelijk. Hij fluit af, de scheidsrechter, en denk 2-3 seconden na scoort Bayern nog, maar de goal gaat niet door omdat er al
Ah, nee, kijk, dat weet ik niet meer, kijk. Ja, was dat niet zelfs Schweinsteiger of zoiets? Ja, of Pizarro? Was die er toen al niet bij? Ik weet het niet meer. Ja, alle twee hebben gespeeld. Alle twee spelen in meten, hè. Ja. Was dat de beste ploeg waar je ooit tegen voetbald hebt? Ja, veruit wel. Alhoewel, met de UEFA hebben we nog tegen Tottenham. Was toen ook wel heel sterk. Dat was met die Leslie King en zo. Sean Wright Phillips op de flank. Tottenham was toen ook wel... En met die andere, die Egypte, die Zlatan. Niet de Zlatan met Ibrahimovic, zat dat die andere. Die van Egypte, noemde die Mido, Ahmed Mido. Mido, Bossam, dat bij Egypte speelt. Ja, die speelt ook bij een spits. Ja. Dat was ook wel een vrij ploegje. En volgens luisteraar Kevin Gadijnen had je in de wedstrijd tegen Bayern München ook nog een grote kans gemist. Zegt u dat toevallig iets? Want wij konden ze niet direct terugvinden. Dat is het enige dat iedereen overal altijd terugbrengt. Van ja, Torres schoot hebben we verloren. Oh ja, nee, dat was eigenlijk, denk ik op het einde, tweede helft. En dat was een corner. En de bal komt zo terug. En het is op de 16 meter of zo. En de volley wil ik hem binnentrappen. En dan, ja, Oliver Kahn had dat nog juist van onder de lat weg. Maar dat was eigenlijk wel een grote kans. Maar ja, het is niet dat goed gepakt. Dat is niet dat ik zo op een meter hem er voorbij stamp. Ja. Maar ik weet nog op de interview achter de match, ja, ik was altijd euforisch. Dat ik dat zei, van ja, normaal zijn training schop ik die altijd binnen, maar ja, vandaag lukt het niet. Maar toen was ik aan het denken van, Jace, wat heb je nu gezegd in dat tv? Dus ja. Maar ja. Oh ja. Het werd waarschijnlijk wel nog vergeven als die ook voor de camera dan waarschijnlijk. Het is zo. Ja, op het einde van het seizoen komt er, halverwege het seizoen, denk ik, na een 3-0 nederlaag in Gent, wordt Jan Keulemans ontslagen als coach. Mm-hmm. Frankie van der Elst die blijft dan nog over, maar hadden jullie dat zien aankomen als spelersgroep? Ik weet dat toen onder de clubsupporters, ja, dat was echt een bom dat er gelegd werd. Ja, well, ook wel, die match, ik weet nog altijd, die 3-0, dat was echt een drama. Ik denk een van de slechtste matchen dat we ooit gespeeld hebben. Soefa. Ja, dus ik ben zelfs vervangen geweest aan de rest. Want, maar dat was ook, het systeem klopte niet 100%. Het was zo van, we moesten Bessouffa volgen, maar dan wisten zij zo goed als, dan maken we ruimte voor iemand anders. En we zijn er echt van kasken naar de muur gespeeld geweest. Die Bessouffa speelde daar zoals die Messi was, dat was echt niet normaal. Maar na de match, direct aan de slag, zagen we zeker niet komen, ook het respect naar zo'n, een corrifé zoals Jan Keulemans, dat kun je gewoon niet aan de deur zetten. Zoals dat is gewoon straatvuil. Dus voor ons was er ook wel zo'n cultuurschokje van, oei, het is wel serieus eigenlijk. Dus, want Europees waren wel goed bezig, maar de competitie was een drama. Ja, want je hebt de derde plaats had Champions League, toch doorgegaan naar de volgende. Ja, we zijn overwinterd. Dan kreeg Roma er dan uit dan uiteindelijk, als ik het goed zie. Ja, wel, dat was mijn ergste moment ooit, waar ik als voetballer echt de traan gelaten heb tegen Roma, want ik mocht starten tegen Roma. Dus natuurlijk tegen zo'n topploeg. Dat was de eerste match, dus ik mocht direct tegen Totti staan. Dus tijdens een opwarming kreeg ik zo'n dikke knie. Ik zei van, oei, wat is dat hier opeens? Ja, ik heb een week geen last gehad. Dus de dokter gaat pak me mee tijdens de opwarming. En trekt zo vocht vanuit mijn knie. Maar dan zegt hij wel tegen de trainer van, ja, kijk, dat is wel een risico als je nu gaat spelen. Ja, de knieschijf is te los. Dus dat is zoiets van, je mag nu spelen tegen Totti en allemaal. En dat wordt nu afgenomen door iets dat we niet weten wat komt. Ja, uit niks. De vocht in de knie. Dan zegt de kastje, of nee, het was nog de kastje, pijs het er nog. Ja, denk het ook wel. En zo schouderklop en zegt hij van, kijk Jason, je bent goed bezig. Laat die match nu voorbij gaan. En sowieso, omdat je nu als dank, mag je sowieso starten in Rome. Dus ja, dat gaf me wel al iets van gevoel. Ik denk dat we wel niet slecht gestart hebben dan tegen Roma, want dat iemand al rode kaarten kreeg. Ik kan niet al voorstaan of dan nog verloren. Maar we staan in Roma om te lachen. Iedereen zo van, ja, het Olympisch Stadion, we gaan Jason dragen tot op het veld. Maar ja, dat was dus echt zo'n catacombe van Queen Uvert. Begin op te warmen, dus de hele week geen problemen gehad. 10 minuten voor het start van de match, bam, die knie weer. Dus ja, toen heb ik echt wel zo tranen gelaten. Heb ik echt gezegd van, shit, dat kan nu toch niet. En dat ik gewoon geleefd zo'n week naar zo'n match toe. En dat wordt ontnomen eigenlijk, die twee matchen. En ik heb echt wel tranen gelaten. Dat ook echt wel, het was niet gezellig, buiten dan na de match. Want de supporters hadden het ook al doorgekregen.
hebben toen allemaal mijn naam geroepen, ben ik dan daar geweest. En dan had ik nog een keer zo'n emotioneel moment. Maar dat was dan gewoon iets van een steun. Dat was echt zo'n rollercoaster van een dag. En dat ik dan weet, van kijk, de mensen steunen nu. Voetbal is dan maar, het is maar een blessure. Het kan meer zijn, maar toch, als voetballer van binnen, dat is je leven. En ja, je hebt maar één carrière, je kan maar één keer zo'n kansen maken. Hè. Ja. Ja. En na de carrière stond er ook al snel een opvolger. Emilio Ferreira, de naam die we niet direct zagen aankomen toen, herinner ik mij nog. Dat is ook waarschijnlijk toch een heel ander type dan de cash en qua tactiek en als mens ook waarschijnlijk. Dat was niet echt mijn vriend, om eerlijk te zijn. Maar die was wel goed. Tactisch, die was supergoed. Slim, alles. Maar qua mens, dat was niet echt zo dat de social person of zo empathie tonen, dat totaal niet. Ja, maar door hem heb ik wel veel bijgeleerd. Ja, nog anders dan Solliet op dat vlak? Sorry? Of kun je een beetje vergelijken? Nog anders dan Solliet op dat vlak? Nog anders. Gewoon dat hij ook geen emotie uitstraalt. Ja. Dus, hij had zo, ja, ik weet niet. Ik kan een beetje zeggen, de blik van Mourinho. Maar Mourinho zou lekker lachen en Ferreira niet. Ja. Dus ik moet het zo zeggen. Alleen knipogen. Ja, wel. Met zijn ogen langs alle kanten. Dat zeg jij, hè? Dat kan je niet zeggen. Nee, maar bijvoorbeeld ook een manier van verdedigen en vooruit verdedigen, one-touch defense en zo, heb ik ook wel speciaal door hem geleerd. Dat we echt ook op het timmer hebben, wat dat nu wel eigenlijk, dat ik altijd wel meegenomen heb naar mijn andere ploegen. Dus op zich, wat slecht was, dat totaal niet, dat zeg ik niet. Maar gewoon, als mens kan je niet vergelijken met Kajé. Ja, dat minder voor u ook waarschijnlijk dan... Ja, ook omdat ik dan ook wel, ja, het was dan een periode dat we ook een beetje met Blondel en Balaban veel, ja, een beetje... Op pad gingen en ja, met hem kon ik ook niet babbelen. Of te zeggen van, kijk, wat een gelijkspel, dacht ik, weet niet meer tegen wie. En ja, mensen of een andere speler gezegd van, kijk, die mannen zijn op stap geweest, dat gaat niet. Maar we hebben wel zoiets van, als je gewoon een job hebt, je werkt ook een week naar iets toe, naar je einde. Dus dan heb je ook wel een keer tijd voor ontspanning. Ik kan niet zeggen dat er moest iedere week gebeuren, dat niet. Maar soms heb je ook een ontspanning nodig. Mag je nou een topvoetballer zijn of wat dan ook. Soms moet ik die... De riem eraf, hè. Ja. Ja. Nee, dat is waar. Ja, en dan dat eerste seizoen. Jullie worden eigenlijk toch nog derde, als ik het goed voor heb. Ondanks dat, allee, die vele veranderingen in de staf. En, allee, het was geen rustig jaar, hè, in Brugge. Ja, nee. Want ik denk dat er het jaar nadien, dat ze ook een keer twee wissels was. Ik denk dat in een korte periode zijn er 6 trainers hebben we gehad, dacht ik, of zo. Ja. Dat is zo heel... het was zo'n beetje, ja... De paniek in Brugge, want eigenlijk kan punt spelen, dan gaat het opeens bergaf. De supporters verwachten veel, bestuur verwacht veel. Dat was toen eigenlijk ook die sloop. Zolang het dan Brugge 12 jaar ook geen kampioen speelt. Maar als je nu vergelijkt, ja, nu zijn we vertrokken uit mijn trein. Maar ik denk dat we even dat probleem nodig gehad hebben om die in Nederland te zetten. Hè. Ja, nee, dat is waar. Allee, je bent eigenlijk begonnen op het moment dat... Allee, bij de moeilijke jaren van club in feite. Ja, eigenlijk wel, ja. Want ik denk zo'n Timmy Simons die verdwijnt uit de kleedkamer, Naschaché. Dat waren toch allemaal mannen die ploeg misschien nog meer dragen. Hè? Allee, je hebt dat zelf ook wel wat, misschien wel ja, gevoeld. Zeker. Ja, ik kan zeggen, en de Clement mag je daar gerust ook bij zetten. Hè? Dat was ook wel een middenveld. Je was niet de technisch verfijnde persoon, maar je wist dat de Clement daar stond. Hij had zoveel ervaring. Hij kon het ook wel allemaal goed aanpakken. Hè? Had je daar toen ook al een trainer in gezien? Nee, eigenlijk niet. Ik dacht eerder wel zo sportief directeur of zo, een scout. Maar echt trainer, dat niet echt eigenlijk. Ja. Ja. Al zorgde hij wel voor jeugdspelers, dat wel. Dat moet ik wel meegeven. Ja. En het jaar erop dan, in 2006, 2007, dan kreeg Ferreira wel een voorbereiding om de ploeg klaar te stomen. En dat begon eigenlijk, ik herinner me dat dinderen begon, 5-0 tegen Gent met Koen Daarden, die toen direct een goede indruk liet. Balaban dat scoorde, Ishiaku. Maar toch ging het daarna direct terug een beetje bergaf. Hè. Ik ben aan het denken... ja, met Koen Daarden hadden we echt een goed periode eigenlijk gehad. Ja. Want dat was dan zo zegt, begin. Ja. Dat was dan zo zegt de duurste transfer, dacht ik. Op 4 miljoen, toen. Hè. Ja. Koen Daarden, ook wel een klein van een gast. Maar ik zeg dat seizoen heb ik er zo'n beetje... Daar ik niet meer veel van weet, omdat het was echt zo'n rollercoaster ook, dacht ik, op het einde. Want ik denk dat eigenlijk mijn laatste volledig seizoen was. Je hebt nogthans wel 11 wedstrijden gespeeld in dat seizoen, waaronder één dat ik nooit niet meer ga vergeten. Het ging over een
thuismatch tegen Standard. Ah, nee. Zeg het u iets? Ja. Ik heb er nog een nachtmerries van. Jeugdtrauma's. Ik heb echt, dat is voor mij de eerste match, denk ik, in mijn leven. Ja. Als ik nu heel snel moet denken, denk ik, ja, deze. Ja. Nog veel als ik zo volk heb thuis, en babbel over voetbal, dan leg ik, dat staat op YouTube. En dan leg ik er echt nog op. Dat was echt een match dat je denkt van, allee, wat is er hier gebeurd in 90 minuten tijd? Ja, ja. Ik denk, we staan 3-1 voor of zo. 4-1 zelfs. Of 4-1 voor. Ja, ja. Maar de rust was nog 3-1, dacht ik. 20 minuten voor het einde stond je nog 4-1 voor zelfs. Ja, ja. Want toen zelfs nog denk, Jovanovic dan kop aan kop gestaan met de Portugees dan, omdat hij dan boos was dat hij niet van de bal kon pakken. Ja. En toen had ik zoiets van, ja, ze zijn al boos. Ik zei, Jovanovic, zeg je de pockets, 4-1'tje. Ik zei, dan wordt hier constant aan het denken van, het was een mooie dag. Een match om 1 uur middags was. Ja. En dan opeens 4-2. 4-3. En dan op het einde, denk ik, laatste seconde, die Lukunku, 4-4. Ja. Ja. En die woog dan nog precies 200 kilo als je hem bestemde. Hij was dan veel te dik. Ja. En dat was dat was echt het ergste dat ik meemaak als voetballer. Ja. Ja. 4-1 naar die 4-4. En ik denk, was niet de 4-3 van Fellaini of zo, denk ik. Of, ik weet, een keer dat Fellaini scoorde en toen voelde ik zo precies de buil een beetje aan, want het gaat hier toch niet naar zijn. Hè. Maar ik weet dat de laatste bloepunt was de lange inworp. Ja. Ja. En van denk ik een Amerikaan daar. Dat is Onyewu. Onyewu. Onyewu, ja. 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 Ja, die match was... Dat is één dat je normaal zou wel wegstoppen. Ja. Niet meer oprakelen. Hè. Ja, ja, slecht idee. Ja, 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 nee, dat is waar. Ja. Een speler die dan ook echt geschitterd heeft die match, was onze Zuid-Afrikaan, El Rio van Heerden. Rio van Heerden. Ja, ja. Wat weet je nog van hem als voetballer? Want ik vond dat een fenomenale speler. Maar ja, dat was klasse. Alleen hij was maar, bij wijze van spreken, 1,50 meter hoog. Maar die heeft al soms dribbles gedaan van het middenveld tot de andere kant van het goal. Denk aan die match heeft hij ook zoiets gescoord. Van ja, het is in die match. Ja. 30, 40 ja. En ook zo tegen... Wie was dat? Die Anderlecht. Biglia. Tegen Biglia. Door de bridge. Zo. Ja, ja. Maar als hij die bal verliest, ja, wordt het direct een goal. Maar die doet dat, die had dat lef. Ja. Die kon zo goed voetballen, die kon draaien, keren. Hij was echt wel een check. Spijt dat hij zoveel geblesseerd was, hè. Ja, ja, dat is wel waar. Echt jammer. Ja, was nee, dat was echt... Was dat een van de beste spelers die je bij je club hebt gehad? Goh, ja, die Portillo was ook wel supergoed, hè. Portillo vond ik toch wel ook wel anders dan de rest van ons, van de kern, eigenlijk. De Van Heerden was ook wel top. Tja, van aan denken, ja. Ik kan het moeilijk vergelijken met elkaar. Ja, nee, ik zal het anders zeggen. Als je moet een trainingsmatch hebben en je speelt 5 tegen 5, had ik graag dat Jozio van Vergeerde bij mij zat. Ja, ik zou het zo zeggen. Dat is dan meer op je gemak. Ja, dat kan ik wel geloven. Ja, we hadden er net al even kort over, maar dat jaar heb je ook nog een match gespeeld op White Hart Lane tegen Tottenham, tegen de toppers, tegen Berbatov en Keane. Maar iets dat ons clubsupporter al lang van bijbleef, is dat dat ongelooflijke ambiance was in dat uitvak. Het is dan ook nog focus van op YouTube. Herinner je daar nog eens van op de bank of op het veld? Ja, natuurlijk. Ja, ik weet nog van dat liedje dat Brugge aan het zingen was, dat stopte er niet met zingen. Ja. En dat zelfs de supporters die ernaast zaten, begonnen opeens tot en mee te zingen met die van Brugge. FC Bruges. Ja, dat was maar die mannen van Brugge stopten niet. En dat vond ik wel goed ook. Wanneer was het nu? De laatste Europese match was het ook een beetje zo. Leverkusen, ja. Hetzelfde liedje. Ja. Hetzelfde liedje ook. Ja. En toen dacht ik ook van... Maar, nee, dat was wel leuk ook voor ons. Denk, hadden we dat niet voor staan. Ja, Salou. Maar je bent Salou. Salou. Van afstand 1-0. Ja, dat waren vrije matchen eigenlijk. Als je dat Maar dan dat liedje, ja, dat, als... Spelers, dat kan je op de bank of op dat plein. Allee, op de bank kunnen we eerder op letten. Maar dat stimuleert je natuurlijk. Hè. Dat komt nog altijd terug boven, hè, dat filmpje. Dus ja. Dat is niet blijven hangen. Hè. Dat gaat altijd blijven hangen. Ja. Schitterend. ja, net als het seizoen daarvoor eigenlijk, was de trainer Kop van Jut weer bij club. Ook Emilio Ferreira wordt ontslagen. En dan... is het Sedomir Janevski die overpakt voor nog een half jaar bij club? En ik denk toch, als jonge speler, dat toch niet ideaal. Zo 3 coaches op
Ja, op anderhalf jaar tijd in feite bij club. Ja. Dat lijkt me niet de ideale situatie om in door te breken als jongere. Ja, nee. Ik zei dat was eigenlijk over 2 jaar tijd, maar zeker 6 trainingspakken als ik van de helft meereken eigenlijk. Hè. Ja, ja. Alhoewel, Janewski was dan wel iemand dat wij als jeugdspelers wel kennen, omdat hij toen eigenlijk belofte trainer altijd geweest is. Maar ondertussen moest hij hem ook wel verantwoorden naar een volledige professionele A-kern. Dus kan hij niemand voortrekken ook. Hè. Ja. Mm-hmm. Dus dat was ook wel, dat was echt een moeilijke periode. Daarom ook bij mijn afscheid bij Club Brugge, zo te zeggen eigenlijk. Dat was eigenlijk voor mij, dan moest ik gewoon 2 weken bij de belofte starten. Dat was ook terug een nieuwe trainer, Jackie Matthijssen. Had mijn manager ook gezegd van ja, nee, dat wordt nu te veel van het goede. Als ik moet weer met een nieuwe trainer starten, 2 weken eerst bij de belofte. Daarom ook de keuze gemaakt eigenlijk om Brugge te verlaten. Want dat was dan de 7e trainer dat we dan bij dat gingen hebben in 3 jaar tijd. Dus het was echt wel een kippenhok, om het zo te zeggen, even bij Brugge. Maar Janewski heeft wel nog het een en ander recht gezet, hè, door de bekerfinale te worden 6e, maar de bekerfinale tegen Weeral is standaard dan. Kun je zeggen, standaard was dat toen, hè? Heeft toch wel ons seizoen gered nog om Europees te halen. Hè? Ja. Dat was wel ook een vrij matchje. Ja, dat weet ik ook nog. Want toen was ik als supporter meegegaan. Dat was zo vet, denk ik. Ja. Ja. Ja, juist, want ik had het ook opgezocht, maar je stond niet in de ploeg, inderdaad. Nee. Ja. Want dat was echt het grote standaard ook. Hè. Als je die ploeg zegt van standaard, dat was... Amai. Ja. Straf dat we daar tegen wonnen. Die waren echt wel top, hè. Ja. Met Prudhomme als trainer. Ja. Standaard. Je zei het net al, je verhaal komt dan bij club een beetje op een einde, maar op een moment word je ook samen met... Jonathan Blondel, disciplinair geschorst door de club of de trainer. Wat is er daar precies gebeurd? Om het kort te zeggen, wij hebben dus samen, kan je echt zeggen, samen gewoond. Maar veel zo op, samen opgetrokken in toestanden. Maar het was niet echt speciaal iets opgedoken, om het zo te zeggen. Maar het was gewoon de andere spelers die soms ook iets van een jaloezie hadden, terwijl wij toch speelden. En dat we toch nog jeugdig leefden. Want ik denk dat het toen nog te maken had. We hadden, denk 4 matchen gewonnen of zo. Waren we euforisch en hadden op een woensdagavond iets gaan drinken. En dat is aan de oren gekomen. Ik dacht dat het toen nog met Marten Grijze was. En 2 weken heb ik disciplinair geschorst geweest. Veel mensen zijn ook, is dat niet nodig? Wat heb je daaraan? Zeker naar de jeugdige spelers. Het is beter om het op een andere manier aan te pakken. Maar het is nu zo, en dat staat ook overal op Wikipedia eigenlijk, wat er meer aandacht aan besteed wordt dan eigenlijk over totaliteit. Maar ja, ik zeg het, ik heb daar zo 10 keer over beginnen of zo. Dat is een jeugdige fout, meer niet. Ja, dat is waar. Ja, want je hebt daarna dan ook bij Bursaspor nog gespeeld, bij Tubize terechtgekomen. Maar toch, die echt een doorbraak is toch een beetje uitgebleven zo, met je kwaliteiten in feite, als je erop terugkijkt. Hè? Dus eigenlijk na Brugge, dus zoals ik zei, dus eigenlijk kan nog 1 jaar overeenkomst, maar dus hebben we dan in een onderlinge overeenkomst eigenlijk gestopt. En dan ben ik eigenlijk aan het Bursaspor gegaan, waar ik ook wel verschoot ik van dat er eigenlijk wel zoveel interesse was. Dus ja, daar heb ik ook wel nog gespeeld. Maar het probleem daar was, ik mocht dan met 5 buitenlanders spelen. En dus op het einde van het seizoen. De laatste maand was er zo de bestuur van, kijk, nu moeten we bijtekenen of we betalen de laatste maand niet uit. Zo typisch in Turkije. Ja. Maar mijn makelaar had dus al een overeenkomst gemaakt met Steaua Bucharest. Dus, want er was toen iemand van hier, die ook in het bestuur zat bij Bucharest, was zeggen wij van ja, niet tekenen. Dus ik heb dus niet gebleven bij Bursa, omdat ik normaal zeker als tot de daar is kan doorgaan. We hebben dat risico genomen. Dus Hanse zomer, ik en mijn makelaar al feest vieren hier het strand bij Knokke. Wat gebeurt er voor het seizoen start? Ja, ontslaan ze die voorzitter. Die trainer zegt wel van Bucharest, van kom toch nog maar af. Maar ja, in zo'n land gaat en staat er niemand achter u, dat is alweer een risico gepakt. Dus dan is dat wel een beetje een probleem geweest. Hè. Dus dan was ik, soms moet ik een hokken erop en verkeerd gehokt. Ja. En dat ook wel, ben dan net nog naar Engeland geweest, Sheffield. Ja, Sheffield dan direct eigenlijk. Ja, gans mijn carrière nooit echt een blessure had. Daar eigenlijk het begin van het seizoen al een derde raad scheur had in mijn kuit. Dus dat was wel heel pijnlijk. Zeker als je de kans aan krijgt van zo'n topploeg te gaan.
was natuurlijk wel met Championship, maar Championship is naast van een top natuurlijk. Ja, hè. ja, absoluut. Dus mede daar eigenlijk van Sheffield werd samen met Malta eigenlijk als hoofdsponsor. Zo heb ik in Malta geraakt om fit te geraken. En dan wil ik terugkeren naar Engeland het seizoen nadien. Terug een blessure gehad, juist de dag voor het moeten tekenen. Dus dan denk je eigenlijk als voetballer, stop ermee. Ja. Dus ja, dan ben ik teruggekeerd naar Malta voor terug fit te geraken. Ook al een leuke tijd had ik in Malta, dat ik altijd bij die topploegen ook Europese voorrondes gespeeld. Het is een voetballeven ook wel nog, dat is wel gezellig. Ja. En wel mooi weer, dat was ook zeker ja. leuk. Hoefkens heeft daar ook nog gespeeld toch, hè? En, of dat was dat? Nee, dat was Hoefkens. Gibraltar zeker, sorry, nee. Ja, dat is Gibraltar, dat is ja, iets sorry, anders. Sorry, ik ben mist. Ja, het is ook niet zo groot. Dus. Ja. Nee, en dan eigenlijk dan nog een keer echt een goede kans gehad voor naar Roemenië dan, Craiova. Die ik ook nog altijd Europees speelde allemaal. Ja, maar dan had ik zo'n beetje een probleem met in het privé en zo. En voor de kinderen. En dat ik zei ook van, ik moest echt terug naar België komen. Dat ik altijd in het buitenland was. Dan ben ik naar Gent-Seaven gegaan. Die kan ik derde klas nog was. Daar amuseerde ik me wel terug. Maar ik was aan het twijfelen met Deinze. Om eigenlijk in het verhaal te lopen of niet. Had ik wel beter gedaan. Als je ziet waar Deinze nu staat eigenlijk. Maar dan, ik zag het ook niet meer zitten om direct op die extra training, die dagelijks. Dan had ik zoiets van, het is genoeg geweest, maar ik wil wel nog op niveau blijven. Dus daarom vond ik derde klas, tweede klas, zoiets nog goed. By the way, het is juist, ik heb de bies nog vergeten. In mijn ja, opzomming. Inderdaad. Ja. Juist, ik zie me eerst dat was eerste klas, hè? Terug. Dat was dan eerste klas, hè? Nog tegen club had... gespeeld, denk ik, hè? Nee? Ja, want dat was dan... want dan hadden we wel nog topspelers. Zijn we erbij? Erbij, hè? Ah, ja. 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 Ik herinner me die denk, match. Was dat niet de eerste ik... speeldag van dat jaar ook, Dubies tegen club? De eerste? Ik herinner me precies denken... dat we daar 1-3 of 1-4 gewonnen hebben, denk ik. Want, zo. Ik, en op concreet, erbij. Want ik weet wel, want de terugmatch was sowieso in de winter, want het veld was bevroren hier in Brugge. Ja. Ja. Dus, Hoe was dat? Als tegenstander op club gaan spelen? Wel, dat was echt zo. Ik had zo'n dubbel gevoel ook. Omdat ik had zoiets van, ja, we gaan supporters nu. Ik heb dus altijd zo bij supporters van Club Brugge gehad van, de ene zeggen zo van, allee, we zitten een van ons. De andere zeggen van, heb je het weggegooid? Dus had ik zo van, gaan misschien mensen boe roepen of niet? Dus na het laatste fluitsignaal, natuurlijk eerst mensen, mijn vrienden van de Oosttribune, die ik al zo recht staan mijn naam roepen. Dus dat geeft wel een warm gevoel. Toen dacht ik, zeg, nou, na de holes, de kop. Ik zeg, ik ga helemaal draaien, ik zeg, want het gaat hier niet goed zijn. En toch eigenlijk heel staren, nadien dan toch mijn naam gezongen. En dat gaat me wel super, dat is onbeschrijfelijk. Ja. Dan is dat niet van, echt, het is 90 minuten tegen Club Brugge, maar nadien maakt dat wel weer, verzacht dat de pijn eigenlijk. Hè. Ja. Ja, je zei het net, hele avonturen had in Turkije, Roemenië, Malta. Ja. Is dat eigenlijk een bewuste keuze geweest om echt naar het buitenland te gaan en dat avontuur op te gaan? Of was dat... Ja, eerder door de toevalligheden. Meer de toevalligheden met mijn makelaar, maar ik zelf had. Want ik vond het geen normaal zo, maar een keer een ploeg in Griekenland ook nog tussen zitten. Dat was echt na Roemenië. Maar toen had ik opeens met mijn toenmalige vriendin even gezegd van stop. Want nu zijn we echt te veel aan het gaan, van naar daar te gaan, naar daar, naar daar. Oké, het is financieel allemaal heel goed. En er speelde altijd een spel. Ga maar zo'n bepaalde tijd als voetballer om je carrière te maken. Of nee, ik dacht altijd van, dat is toch de nieuwe stap en dan zijn we weer vertrokken. Maar zoals je zegt, die de ene stap terug naar de topploeg, dat is dat dan eigenlijk altijd uitgebleven. Maar bleef ik wel als een goede speler, maar op een constante. Maar niet met de kans echt bijvoorbeeld te zeggen van, ik ga nu naar Olympiakos, moet zo zeggen. Mm-hmm. En dan heb je zoiets van, je doet wel je best, het lukt dan niet en je bent zelf niet tevreden. Ik denk als voetballer moet je zelf kritisch zijn ook. En dat had ik toch wel zo'n beetje een probleem met mezelf. Van, je wilt wel, maar het komt er dan niet aan. Niet voldoende eruit gehaald. Ja, denk ik ook wel. Ja. Maar als mens moet u dat ook wel zo verrijkt hebben. Zo, al die buitenlandse avonturen. Moet ook wel wat geweest zijn om... zeker, hè. Zeker. Ja. Ja, nee, ik zeg dat zijn onbeschrijfelijk dingen. Ik zeg ook wel topmatchen dat we dat bijvoorbeeld... Gaan we in op Fenerbahce met Bursa bijvoorbeeld. Dat waren allemaal matchen dat je dacht, nooit aan meemaken in België eigenlijk. Hè. Echt veel van zo'n matchen gespeeld.
Dus wat de mensen denken, alleen maar, Chase Fountain hier, Club Brugge. En dan nadien, ja, het is weggegaan, het is niks meer geweest. Maar ik heb echt enorm veel topmatchen nog gedaan. Ja. Dus als je niet meer gezien bent, ja, het is een beetje op verdwaalspoor, zou Ja. zeggen. Ja, we zijn natuurlijk een beetje uit het oog van België natuurlijk, maar ik kan wel inbeelden. Heb natuurlijk in Bursa gespeeld. Het Brusselse publiek kan er hier wel wat van, maar ik denk daar in Turkije dat dat wel nog een paar niveaus hoger is. Ja. De hitsigheid tijdens de wedstrijden. Ja, sowieso. Want zegt bijvoorbeeld als we tegen Beşiktaş moesten spelen, moesten we in Adana spelen. Dus dat is op 1000 kilometer verwijderd van de twee steden voor de veiligheid. Oei. En toch is het nou uit de hand gelopen, hè. Amai. Die mannen zijn echt zot. Of spelen we gelijk spel tegen een maar gewoon een kleine ploeg. Moeten soms 2 uur in de kleedkamer blijven. Ons trainingscomplex is eigenlijk een versterkte burcht. Gewoon ook puur voor de veiligheid en allemaal. Dus Ja, wat ja, het is iets anders. Het is echt een speciale Turkenij. een... En je Wel bent een heerlijke nu ervaring. 36 jaar, denk ik. Ja, Klopt dat? Wat zou je, 36 jaar. stel dat je iets zou kunnen zeggen tegen de 18-jarige Jason, wat zou dat dan zijn? Oh, kijk, ik heb vroeger altijd gezegd van spijt heb ik niet. Want ik zeg gelijk, ik heb een leuke carrière gehad, maar spijt komt te laat, je moet het maar niet gedaan hebben. Maar ik denk gewoon van moest je het toch anders kunnen doen en meer uit te halen hebben, zou ik toch van mezelf zeggen van luister meer naar de ouderen en die eigenwijs zijn. Ik denk dat veel ook jeugdspelers op de dag van vandaag ook het hebben van ik weet het toch beter. En ik moet gewoon luisteren naar ouderen en niet te veel aan de langs de kant van de straat. Echt gewoon recht Ja. vooruit, focus op voetbal. En het beste eruit halen, dat is gewoon hetgeen. Je moet er ook geen doekjes om winden. Ik heb misschien ook niet 100% alles ervoor gegeven. Wat daarom al veel mensen soms geïrriteerd zijn aan mij en zeggen van je hebt zo'n kans. Maar ja, het ging soms te gemakkelijk of ja, je doet geen effort meer. Hè. Ja. En dat is het jammer erna, want nadien kun je het niet meer, zoals ik al voorheen zeg, je hebt maar één carrière. Je kunt moeilijk zeggen van ja, want morgen kan ik het opnieuw proberen. Dat gaat niet. Het één leven, één carrière. Ja, nee, want allee, als ik ook vergelijk in jouw tijd, de begeleiding denk ik, allee, als je nu ziet bij Club Next, wat voor Ja. coaches, omkadering dat erbij zit, dat was toch iets anders dan ja, toen dat jij debuteerde bij Club. Denk je dat dat zo'n omkadering, dat dat jou wel had geholpen extra om meer uit je carrière te halen? Ja, zeker. Denk Ik je dat had dat er nu langs ook is? nog met iemand gesproken eigenlijk. Dat ik ook nog een profiel ook over gehad hebben. Ik miste ook iemand, bijvoorbeeld, omdat je als je zo jong bent, zo iemand die echt naar extra begeleidt. Want ik ben ook bijvoorbeeld op mijn 18 jaar zelf alleen gaan wonen. Ja. Dan is het echt zo'n grote sprong. Je denkt opeens van, je doet hier mee met de grote jongens. Maar eigenlijk van binnen zijn je nog een kind. Ik ken nog niet alles. En vandaar, ik denk, ik moest er echt een begeleider bij geweest zijn. Nu denken voor mij, hè. Ik wil zeggen bijvoorbeeld van aan een Rolands toe, naar een Verbouwheder. Ik denk zo'n persoon was het of de missing link eigenlijk om het nog verder te halen. Want Club Next, dat is echt magnifiek wat we nu zien. Die gastjes zijn op een 10 jaar kun je al video-analyse. Ze hebben 4 verschillende trainers per ploeg. Beter kun je niet hebben, hè. Het zijn een persoon om mee te praten en zo. En ik denk dat eigenlijk bij ons veel zou geholpen hebben. Ik ga niet zeggen een psycholoog, alhoewel voor sommige momenten wel misschien. Maar ik denk dat ja, zo'n ondersteuning naar de jeugd toe, dat dat wel belangrijk is. Ja, absoluut. Ja, denk ik ook wel. We kregen hier nog een luistervraag binnen van Michel Beriks. Die vroeg: wat vond je de mooiste match uit je carrière? Mooiste match uit mijn carrière. En ik dan bij Brugge dan? Oh. Ja, hè, Ja, bij we zullen Brugge. bij Club houden, hè. Ja, we zijn bij Club houden. Ja, wel. Ach, kijk. Ik zit nu wel met een dilemma. Want, ja. Dan ga ik gewoon simpel weer gaan van denk. Brugge tegen Bayern. Die 1-1 match eigenlijk. Ja, denk je, dit is op het hoogste podium, hoor. Los van 2K. Dat was gewoon magnifiek eigenlijk. Hè? Want iedereen denkt dat hij tegen Bayern speelt. Gaat hij 3-0 afgaan of zo. Spelen we daar 1-1. En ik zeg dat voor mezelf. Eerst dan tegen die Pizarro gestaan. Dan tegen een Ballack. Dan dacht ik, ja, toen mijn maat aan het lachen zitten nadien. En je denkt van, wat is er hier gebeurd? Het is gewoon waanzin. En dat is gewoon, ja, dat geeft je een boost als voetballer. Hè? En daarom Ja. dat je begint als jonge voetballer om op dat podium te staan en te tonen wat je waard bent. Ja.
Tussen welke match was je aan het twijfelen? Want je twijfelde lang, hè? En wel, ik was aan het denken, dat was een keer een leuke match ook, Club Cercle vroeger. En daar gewonnen, dat was met Julio Matondo op het einde. Want toen was Jan Breidel was er nog in twee gedeeld eigenlijk. Want toen was er was denk leuk, ik ja. 15.000 mensen bij wijze van spreken Cercle en 15.000 Club. Dat was echt een soort in twee gedeeld. En dat was eigenlijk, ja, een speciaal matchje. En Julio Matondo heeft dan op het einde denk ik dan nog de winning goal gemaakt. Ja. Dat vond ik speciaal. En er was nog één match, ik weet niet meer tegen wie, waar ik eigenlijk wel een keer gescoord had. Dat ik al een vier was, maar het was een buitenspel. Maar dat gevoel was wel leuk. Ook het gevoel als wel gescoord. Ja, maar dat gevoel echt is, hè. Maar dat is dus één minuutje zo die euforie aan springen en zo. Ja. Ja, Jason, je staat er ook al bekend naast. Ja, speelde zijn geweest bij de club. Ben je ook supporter, hè, van Blauw-Zwart? Nog altijd, denk ik, hè? Ja, dat klopt eigenlijk. Dat is eigenlijk, ja, moet dat gesterkt zijn. Ik ben op mijn 12 jaar bij het pleeggezin gegaan, om naar school te kunnen gaan in Brugge. Dat is dan bij Martin, Kaleo en Patrick, die ik altijd de kantine en de fitbal moet doen in het stadion van Club Brugge. En bij Matja Stenson, die ik dan ook in mijn ploeg speelde, ook bij eerste ploeg van Club en Antwerp. En zij zijn eigenlijk echt wel fanatiek, ja. Dat is familie van Lotte Lambert. Dus dat is alleen maar Club Brugge, Club Brugge, Club Brugge. Maar ik kijk bij mijn familie thuis, was dat ik, ja, mijn broer speelde bij Waregem. Mijn vader was ik, om de raar te zeggen, een Anderlecht supporter. Ja, ik was niet echt zo fanatiek, totdat ik daar ja, blijven bij wonen ben. Dat ik echt zo ja, fanatiek naar Club Brugge gegaan. Ook als jeugdspeler geef je een extra boost. Het is tegen Anderlecht, ja, je gaat ze nog meer. Automatisch word je meegetrokken in die wereld. En dat denk ik gewoon van ja, plezier en alles wat ik meegemaakt heb bij Club Brugge. Het is niet dat ik daar iemand verwijt of wat dan ook. Dat is een passie en die passie blijft nog altijd duren. Dus ja, ik heb in momenten eens niet meer geweest. Nu had ik wel heel veel, dus ook alle Europese verplaatsingen ga ik ook mee als ik kan. Ja, het is gewoon een soort van een extra familie dat je niet gekomen dat je kiest eigenlijk, dat je niet aan verwant bent. Ja, ik ken voor mensen buitenstaanders is dat soms onbeschrijfelijk. Maar ja, dat is voor mij ook gewoon ja, de familie. Hè. Als we elkaar op zondag zien of zo, ja, het is echt naar de koffie gaan bij tante en onkel. Hè. Zo, wat vind je leuker? Wat vind je leuker? Of wat vond je leuker? Op het veld staan bij club of in de tribunes? Well, beide geven een onbeschrijfelijk gevoel. Zelfs als supporter, als bijvoorbeeld de laatste minuut een goal scoort, ja, dat is ook een euforie. Maar het is nog altijd op plein. Maak het wel. Ja, het zotte gevoel, want je hebt meegedaan aan het geheel, ik kan het zo zeggen. Hè. Ja. Maar toch, als supporter, dat geeft ook wel een enorm gevoel. Ik denk dat jullie dat ook wel weten. Hè. Welk vak zit je dan in Jan Breidel? Dat is meestal aan de Oosttribune dan. Ah, gelijk ik. Ja. welk vak juist? 313. Ja. 313? Ah, ik zit in 315. Ja. Maar dat is ik heb eigenlijk wel geen abonnement meer genomen, omdat ik normaal altijd met de voetbal, ik vind het wel een zonde, maar ik wil altijd wel een kaart te geraken. Hè. Dus dat is wel altijd in de Oost. En dan zou ik een keer komen kijken, twee vakken verder als ik. Dus, ja, wel, dat zat er niet ver. Hè, ik kom wat dag zeggen. Ik ga een beetje drinken. Wat is als supporter je favoriete match dat je hebt meegemaakt? Als supporter? Wat nu, denk ik, langs Porto vond ik ook wel zot, hè. Ja, was je erbij in Porto? Ja, ik was erbij. Dat was wel, ik had toevallig nog een bladje gespeeld met een vriend. En we zeiden van, ja, dat had hij niet lukken. En voor te lachen, ja, zoveel, bedrag X op winnen en bedrag X op niet verliezen. En het gebeurt gewoon in dat stadion. Dat was, wat gebeurt er allemaal? De goal komt dan, die knal. En dan, of, ah, het was hectisch eigenlijk. Ik om heel snel te zeggen, zou ik wel voor die match kiezen. Ja. Ja. Nee, dat was natuurlijk wel de moeite. Hè. Ik vond het jammer, ik heb de twee andere verplaatsingen gedaan, maar Porto is in plaats van tussen geval. Kun je nog eens teruggaan naar Portugal nu? Dus... Ja, wel, het is dat. Ja. Ga je gaan? Ja, ik heb net mijn overschrijving gedaan voor de vlieger en allemaal. Dus, ik denk dat het wel iets moeilijker zal worden. Iets moeilijker, maar ja, je weet nooit. Kijk nu naar de wereldbeker. Wat voor verrassingen zijn er? Het van die 19 minuten heeft het al eens gegeven en je weet het niet. Hè? Ja. Ik denk dat de wereldbeker nu in Qatar iedereen getoond heeft dat voetbal dat je een voordeel moet hebben. Of dat is automatisch of zoiets. Ja, buiten die man van Brazil natuurlijk, maar... Mm-hmm. Denk ieder match mag gespeeld worden, hè? Je weet het niet. Ja, dat is waar. Ja. Dat is leuk aan voetbal net. Hè. Ja, zeker.
Heb je nog veel contact met ploegmaats van club? Ik hoorde net al met Blondel hier en daar een keer. Met, ja, dus Blondel. Met soms nog. Ja, Birgit Martens, ik ook nog veel. Ja. Ja, het is eigenlijk, ja, Roelands. Ik kreeg al recent nog maar tegengekomen. Dus ja, soms is dat wel nog een keer dat we zo berichten sturen naar elkaar. Maar het is niet echt wel dat we iedere week zo afspreken. Maar het doet wel nog een keer deugd. Zeker ook zo Bettina of Ballaban een keer horen. Krukowski, dat komt nog veel. Amai. Die is makelaar of zo, geloof ik. Ja, spelersmakelaar. Ah, dat is een beetje de meeste dat ik wel van hoorde. Ja, okay. En we kregen van Dieter van Gucht kregen ook nog een toffe vraag. Wie was de beste speler met wie dat je gespeeld hebt? Mag club en niet club zijn? Goh, ja, maar ik had beter club pakken dan de andere. Ja. Maar misschien minder. Ja. Ja, nee, dat denk ik dat we allemaal nog niet moeten zeggen. Die Portillo was gewoon, ja, hij was dan ook van Real Madrid dan op zijn best dan eigenlijk. Hè. Maar om nu een keer raar te antwoorden, als persoon en als moeilijkste om tegen te staan op training, was een Gert Verheyen. Voor het vroeger, dat iedereen, vaak, hè? Ja, iedereen vroeg ze af, supporters van, ik weet niet, Beerschot of allemaal, zijn altijd van boerenpaard of ik weet niet wat. Maar geloof me, Gert dat zo, ja, hij kon de bal afschermen. Dat was geen domme, hè. En die kon echt nog sneller lopen dan je dacht. Hert was echt wel een toptalent. Ik moet eruit zijn. Dat van vandaag zou het misschien niet lukken in het format van voetbal. Maar vroeger, ja, die Hert was een beest. Hè. Die scoort ook altijd makkelijk. Ik had de bal niet afpakken van hem. Hij is zo groot. Slim, dus ja, het is daarom. Hè. Je kunt zo zeggen, een ballerbal, oké, je maakt mooie vrij trappen. Maar een Verheyen is een dat je wel je team wilt, dat iedere week zo constant gaat zijn en de punten gaat pakken. Ja, hij had ook elk jaar zijn cijfers. Hè. Ja, wat is daarom. Hè. Dus, zowel in de spits als in het solid systeem op de rechterkant. Ja, dat was ook Verheyen had, zo de rechterflank. Ja, dat had zijn cijfers. Was dat wel goed ook, omdat als bijvoorbeeld een cross was van links, moest de rechts buiten eigenlijk altijd aan de eerste paal staan en de spits aan de tweede paal. Dus dat was een verrassingseffect. En zo heeft er ook veel binnen getikt aan de eerste paal. Ja. Dus dat was ook wel goed aan het solid systeem. Mm-hmm. Ah, dat mis ik toch een beetje zo. En die stopte ook gewoon niet, Gert Verheyen. Denk dat je er gewoon op, als je op training tegen stopt, dat gewoon afzien was van minuut 1 tot de laatste. Tuurlijk. Maar ook geen zo medelijden. Allee, had hij zo, ik was ook klein van hem, met snelle bogen, bam, tegen mijn neus, tegen mijn oog. Dat is zoiets van, niet trunten, rechtstaan. Allee, zo, geen doekjes aanbinden. Dat was echt wel een goede persoon. Daarom ook wist dat hij een goede trainer in zijn. Vandaar, ja, ik zeg echt een goede gast. Ja. Kun je het club van destijds, van toen hij er speelde, nog vergelijken met het club van vandaag? Ook al is het maar pakweg 15 jaar geleden. Tja, ik denk dat het voetbal zo geëvolueerd is. Dat ook op een andere manier gespeeld wordt. Ook alles rond het voetbal. Ik was er ook nog in het begin bij dat alles veranderde, van tennisdirecteur naar CEO, naar onze entourage rond voetbal is veranderd. Ik denk ook, kan niet zeggen, snelheid van uitvoering is anders, maar gewoon tactisch andere oplossingen, een andere manier van voetballen. Vroeger was het misschien meer op brutere kracht, dan dat er nu wel verfijnder is, om het zo te zeggen. Ja, ook als je dat trainingscomplex ziet, hè, hadden we waarschijnlijk ook wel een keer graag ingetraind. Ja, dat maakt juist het verschil tussen de grote en de kleine. Ja. Dat maakt je ook, voor Europees, dat maakt je ook een beetje naar dat hoger niveau toe. Ja. Zo'n complex, dat we nu hebben, een knokken daar, hadden wij er en Boers eigenlijk ook al zoveel jaar geleden. Amai. Dus dat maakt het ook wel speciaal natuurlijk. Hè. Want voor ons was dat iets speciaals. We zien dat. Ze zien er een aparte kamer, de 8 pleinen, een zwembad, restaurant. En dat is ook al zoveel jaar geleden. Dat maakt ook wel. De kleinere ploegen wisten ook al van tegen Boersa kunnen we niks mee doen. Maar dat je ook wel hebt van Brugge is nu zo aan het. Buiten de laatste match, daar ben ik niet tevreden over. Maar bijvoorbeeld naar vorig jaar toe. Ja, Brugge was gewoon een ander niveau. Hè. Als ze zeggen wie speelt een kampioen. Automatisch in iedereen zijn Brugge, zelfs een andere supporter. Ja. Dus ik denk dat wij nu wel een beetje aan het voorlopen zijn, zowel op dit vlak, financieel vlak, alles. Een beetje dat Brugge nu wel de toploper is. Hè. Ja. Allerlaatste vraag voor jou, Jason. Eentje over de voetbal van nu. Wordt club kampioen dit seizoen? Geen domme vragen, hè? Ja, moet wel. Ik denk het ook wel, sowieso. Ja? Alhoewel, het is nog zo lang. En ook weer met die play-offs. Ik kan niks meer beslissen voor de play-offs.
Ik denk dat we zelf ook allemaal weten als clubsupporter een keer zo 11 of 12 punten voor is staan. Ja. Brussel beginnen en denk dat Anderlecht nog kampioenspeel is. Ja. Daarom, ik ben ook geen fan van die play-off toestanden. Allee, dat is wel leuk voor televisierechten, want het zijn allemaal topmatchen allemaal. Maar ik vind gewoon van, ach, speel gewoon die competitie uit zoals we vroeger deden. Wint met 20 punten voor, dat is een echte kampioen. Ja. Maar ja. Met die play-off is denk ik, het gewoon ja, geldspel is met de televisierechten. Hè. Ja. Ja, nee, dat is waar. The money makes the world go around. Dat is het, hè, dat is het. Dat is waar, ja. Dat is waar. Voilà. Ja. Ik wou nog even nog juist vragen, wat vind je van de Carol Oefkes als coach? Wel, dat is ook weer zoiets dat ik dacht van, het is een risico van Club Brugge, om ja, we gaan hem toch een kans te geven, maar maakt dat niet af. Maar dan start het seizoen zo goed, ja, dan moet je gewoon zwijgen. Ik had zo wel iets, ik kan er wel vertrouwen in, maar toch hadden ze zo'n schrik van, ze proberen terug iets. Ik had liever eigenlijk een trainer gezien die totaal niets met Brugge te maken had, iemand van buitenland. Die dus echt zo van op nul kon beginnen. Om Karel kent ook iedereen van de jeugd wel, of van de eerste ploeg. Dus dat is ook wel zijn voordeel. Had iemand voortrekken, ja of nee? Maar hij doet het goed. Nee, dus buiten soms rare matchen dat we nu een beetje aan het stilvallen zijn, maar ik denk dat dat wel gaat terugkomen naar het WK. Want we hebben toch mooie dingen al gezien van die jaren. Van, met Oefkes, dus ik denk dat we zeker niet kunnen klagen. Het is eigenlijk een beetje parallel om te trekken, Jason, met dat seizoen, jouw debuutseizoen eigenlijk bij Club. Hè. Goed Europees presteren, de competitie wat minder. Hè. Ja, wel, het is wel, maar het is nog zo lang, denk ik. En ja, we zien nog wel. Hè. Ik heb gewoon, benieuwd naar het week. Beter. Ja. En wel, het is wel, want ik zeg, de laatste matchen waren echt niet zo goed. Er zat er zo geen swing in. Dus vandaar, ik hoop dat hij terugkomt na de lange pauze. Ja, ja. Wow. Zou mooi zijn. Dat is goed. Alright. Dan zijn we helemaal op het einde gekomen van deze aflevering. Ik ga Nico bedanken om er terug bij te zijn vandaag. En uiteraard ook Jason, super bedankt. Ik hoop dat je het een beetje plezant vond. Ja, zeker, zeker. Ik was normaal geen voorstander van podcasten, maar ik heb me toch geamuseerd. Ah, dat wijs ik. Voilà. Dat is goed. Dat is het belangrijkste. Oké, okay. Prettige avond nog. Hè. Ja, super bedankt alleszins Jason en Nico. En bedankt aan de luisteraars om te luisteren. En binnen een dikke 2 weken is het WK gedaan. En dan is er opnieuw een wekelijkse aflevering van De Klokken, waar je de actualiteit rond de club kan volgen. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.